Hallo mensen van Game Tigers, welkom bij een nieuwe video van Battlefield Hardline. Dit is de tweede video en dit wordt een gameplay video. Eigenlijk een commentary, maar geen informatievideo zoals het eerst was. Laten we beginnen met Mechanic. Dit is een post commentary, want dit had ik nog opgenomen voor de vorige video. Waarvan ik zou zeggen bij Heist. Ja. Oh ja. Hier was het geluid een beetje gespaced. Maar goed, dit is gewoon een commentary en ik ga gewoon over normale dingen praten. En het beeld wat erbij zit, moet je maar zelf even kijken. Ik ga het even hebben waarom ik gewoon keilang niet heb geüpload. En als je dat wil weten, dat komt door school. En ja, heel klein beetje, ja, een paar dingen niet, maar... Een klein deel kwam door school, want ik had bijvoorbeeld... de laatste paar weken van school zijn aangebroken. En dan heb je zoiets als een proefwerkweek. En dan heb je iets van, 12 proefwerken in één week. En die tellen 3 keer mee en dan moet je dan keihard voor leren en zo. Maar goed, wij beloven in ieder geval... Ja, Rick die heeft er geen last van, want hij is gewoon een pro in leren. Maar goed, ik dus wel. En daarom upload ik minder video's. Daarom zal je deze week wel meer Spy Fox zien. En... Ik wil graag daarom mededelen dat het daarom kwam. En ik had ook nog een paar andere kleine dingen. League of Legends met een soort intro bezig. Een promo video voor ons League team. En dan, die moet er ook wel professioneel uitzien. Want het moet gewoon. Want het is gewoon nice. En ik moet dat even meedelen. Want sommige mensen vonden het een beetje vaag dat ik de hele tijd niks heb geüpload. En ik vond het wel dat het even moet, dat ik het even moest zeggen tegen de mensen. Wat ik ook dus vind, dat ik, er moeten wat kleine dingetjes aangepast worden aan het kanaal. Zoals jullie weten doen we soms wel eens wat multiplayer dingen, maar nu doen we ook bijvoorbeeld Battlefield 3 co-op. Dat is, Gino die heeft dat net gedownload. En ik was van plan om het met Rick te doen, maar Gino die zei van, ja, dat kunnen we ook wel eens een keer doen, want Gino die heeft ook een kanaal. En zoals jullie weten bijvoorbeeld van Minecraft. Maar we kunnen nu ook bijvoorbeeld Battlefield 3 co-op doen. En dat ziet er wel meestal wel vet uit. En ik vind eigenlijk ook dat het goed is om een keer met een ander kanaal samen te werken, zodat die mensen van dat kanaal, alle abonnees van dat kanaal, ook zien en in contact komen met een ander kanaal, zodat zij misschien ook abonnee worden van ons kanaal, zodat wij een heel grote community worden. En dat is dus daarom een soort van, ja, mededeling, weet je wel. Ik wilde gewoon even zeggen tegen mijn kijkers van, waarom uploaden wij zo weinig, weet je. Het is maar een tijdje, het is maar een maandje of zo. En tevens, wij uploaden eigenlijk alleen als we er zin in hebben. Dus zeg maar, we nemen niet alles op wat we doen. En soms denken we gewoon van, zullen we eens lekker potje League of Legends doen. En bijvoorbeeld, dan nemen wij dat niet gelijk op. Want wij nemen alleen maar dingen op als we het zelf leuk vinden om te doen. En sommige dingen zoals GTA compilations en zo, dat duurt gewoon heel erg lang om te editen. En daar heb ik gewoon soms geen zin in. Ik heb soms gewoon wel zin om gewoon even te gamen en gewoon stoppen daarna. En soms heb ik wel van die dagen dat ik gewoon wil editen. En ja. Nu bijvoorbeeld heb ik gewoon zin om even een video te maken. En ik wil ook gewoon wat meer single video's maken, zoals ik in een paar video's al heb gezegd. Zodat je veel meer, niet reliant bent. Je bent niet, zeg maar, afhankelijk van degene naast wie je altijd zit. Dus ik speel meestal met Rick en ik wil ook gewoon video's maken waarin ik zelf alleen de hoofdrol ben. En niet, anders moet ik telkens wachten op Rick wanneer we samen, zeg maar, kunnen. En dan betekent ook dat jullie minder video's krijgen. Dus we gaan ook video's maken van rond de 15 minuten, 12 minuten, 10 minuten. Ligt eraan dat, omdat wij meestal gewoon iets van 10 minuten opnemen. Oh ja, 20 minuten opnemen. En dat betekent dus dat je dan één aflevering hebt. Maar wij nemen meestal maar 20 minuten op en edit ik wat langer. En dan heb je goede kwaliteit. Maar dat betekent maar dat je één aflevering hebt. Dan moet je heel lang wachten tot je de volgende aflevering kan krijgen. Dus vandaar dat wij gewoon kleine afleveringetjes maken. Zodat we in één keer opnemen al 2 afleveringen hebben. En... Oh ja, hier was ik even bezig met Battlefield Hardline. Dat is gewoon even de basic things. En ik moet ook nog mededelen dat het binnenkort Summer Sale is. En volgens mij is dat het nou al. En ik ga echt fucking veel shit kopen. Ik kan even kijken wat ik allemaal in mijn verlanglijst heb staan. Want ik heb superveel... games die ik ooit nog zou willen kopen. Hier bijvoorbeeld. Daisy. Ja, ik ga het even opnoemen. Die zijn binnenkort allemaal afgeprijsd. En heel misschien koop ik die als ik er zin in heb. Want als school een beetje goed lukt. En ik haal een beetje veel proefwerken. En die maak ik een beetje goed. Dan lukt het allemaal wel. Dus
Laten we even kijken. DayZ. Goat Simulator. Ja, dat is gewoon voor de chat. Rust. Starbound misschien, dat weet ik nog niet zeker. Chivalry, Medieval Warfare, Space Engineers en Beasts of Prey. En DayZ, Rust en Chivalry en Space Engineers zou ik echt super graag willen hebben. DayZ is binnenkort afgeprijsd volgens mij. En als ik als het gewoon een beetje goed lukt de laatste weken, dan heb ik gewoon wel kans dat ik die kan spelen. En dan zal ik die zeker uploaden, want het is een geweldige game om te streamen ook. En als wij 100 abonnees hebben, zal ik ook even over praten, want het is gewoon... Het is gewoon een video om even te praten, weet je wel. Als wij dus de 100 abonnees halen, dan doen wij vanaf dan, als wij 100 abonnees hebben, dus 100 kijkers sowieso, dan gaan wij livestreams houden. En dan spreken we gewoon één tijd af. Bijvoorbeeld League of Legends, dat is gewoon een keer die DayZ of een andere game. En die zetten we dan in de description en al die shit. En dan maken we gewoon zo'n video. En die zetten dan af en toe openbaar, zodat als je die dan ziet, dat je dan weet dat de stream online is. En dat doen we dan als we er gewoon zin in hebben, weet je. Dus meestal iets van 's avonds, 7 uur, 8 uur. Oh, hier zat het kloten met de helikopter. Maar goed, als wij dus gewoon 100 abonnees hebben, dan gaan wij een livestream doen. En heel misschien doen we in die livestream wel een giveaway. Maar dat zullen we dan nog wel aankondigen, want dat weten we nou nog niet zeker. Ik heb hier een triple kill of zo. En ik wil ook nog even zeggen dat gas grenades in Battlefield Hardline best OP zijn. En die ging sowieso dood. Ja. Want iedereen moet een gasmasker hebben in zijn gadgets. Maar dat is gewoon slecht. Want dat doe je niet, want je wil liever een grappling hook en zo. Dat is fucking grappig. Wat moet ik nog zeggen? Ja, pre-order, dat gaat er ook wel weer van komen. Want ik heb nu... Zoals Battlefield 3, Battlefield 4 geprioriteerd. Dus dat wordt hem ook wel weer. Dus Battlefield Hardline is gewoon een geweldig game. En lijkt veel puntjes. Onder andere moet ik nog iets zeggen. Binnenkort gaan wij misschien verhuizen. En dat betekent dat wij... dat ik mijn computer setup een hele tijd niet heb. Oh ja, dit is even vaag. Kijk. Ik zit met een motor in de muur gefuckt. Ja. Dus dat betekent dat wij een... Ja, tenminste ik. Rick kan nog wel uploaden, maar ik de singleplayers van mij en de singleplayers en de multiplayers van Rick en mij en de co-op shit. Gaat er niet van komen, want dat is rond oktober of zo. Rond oktober, augustus, oktober. Dan gaan wij verhuizen en dan komt er gewoon zoiets van 3 weken niks of zo. Dat moet je even op rekenen, want dat gaat even wat langer duren dan normaal. Voor de rest heb ik nog wat dingetjes. Ja, in ieder geval, ik wil gewoon zeggen dat het is gewoon een excuus video waarom ik de hele tijd niks heb geüpload. Maar in ieder geval, dit is daarom dus. En een kleine update eigenlijk met ons kanaal. Dat wij video's gaan maken van 20 minuten, die nu nog maar 12 minuten zijn en zo. Zoals deze video. En bij de 100 subs proberen we ook een andere intro te maken, maar dat gaan we wel even duren. Ik kan ondertussen ook wel even zeggen wat Blood Money is. Want Heist was even iets anders. Blood Money, je ziet linksonder, zie je zo van die balletjes met geld erin. En je moet dus proberen om het meeste geld te hebben. Dat hele balletje moet vol zijn. En die van de ander proberen... Ja, je kan dus op twee manieren geld pakken. Je kan die dus van die geldstapel pakken in het midden van de map. Je kan die van de andere kluis halen. Dus je kan zomaar hun kluis binnenvallen, daar geld jatten en naar je eigen kluis brengen. Of je kan in het midden en dan gewoon geld naar je eigen kluis toe brengen. Nou, en dat deden we dus. En ja, zoals je ziet zijn we echt keihard aan het winnen. 3,3 miljoen tegen 0,0 dollar miljoen. Dus het ging allemaal super goed. Ik weet niet wat mijn KD is, want ik heb helemaal niet op de game gelet eigenlijk. Meer op de commentary zelf. Oh ja, hier ging ik nog even een rampage maken. Dit ding is echt, die mobile command post is zo OP. Dus het is niet normaal, het is gewoon een soort spawn point. En je kan, de gastje die gaat natuurlijk ook dood, hoppakee. Ja, en dat is gewoon lekker, weet je. Je kan alles kapot knallen en zo met dat ding. Dat is gewoon geniaal. Het is wel jammer dat er nog maar één map is, maar in ieder geval de game modes hebben we nu besproken. En, ik heb een nieuwe optics voor de G36C. Als jullie... Oh ja, dat wil ik ook nog zeggen. We gaan meer League of Legends video's uploaden.
Want dat is echt zo'n game die ik best wel vaak doe. En ja, we nemen het gewoon heel graag op. Dat is gewoon een dingetje. We nemen het gewoon heel graag op. En als wij. Ja, we nemen het niet graag op, maar we spelen het heel vaak. En als wij het graag spelen, dat betekent dan ook dat wij veel tijd erin steken. Want we hebben pas een nieuw team. En we willen daar echt groot mee worden. En we willen daar aparte video's over maken. Met een nieuwe intro en een aparte chat. Zeg maar heel exclusief en zo. Dus dat is wel geniaal dat als dat opneemt. Tenminste, als jullie het leuk vinden, dan moet je het maar gewoon zeggen. Want we krijgen de laatste tijd minder reacties dan vroeger en al die dingen. Dus we gaan meer uploaden, meer video's, meer soorten video's, meer games. Ja. Oh, zag die shit dan. En hier dachten van, ja, ik ben de laatste die het inlevert. Ik ben de laatste die het inlevert. Ja, ik kill hem. Oh. En het was dood. Maar streams, daar kunnen we ook muziek bij draaien. En dat gaat echt grappig worden, denk ik. Dat wordt een soort nieuwe start. Maar we leggen nog wel onze hoofddingen op het YouTube. Want het is echt gewoon. Ja. YouTube is echt gewoon ons begin en onze start. En daar leggen wij dan ook onze nadruk op. Het gaat niet zomaar in één keer naar het streamen toe. Want ja. In ieder geval, dit was de commentaar voor nu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, want ja, dit is een soort andere commentaar dan ik heb gemaakt. Want normaal doe ik dit soort dingen niet. Post-commentaar, ik doe meer van live commentaar. Volgens mij vinden jullie dat ook leuker, want dit was echt gewoon even een soort kleine gameplay die ik nog had. En ik kan even zeggen waarom ik zo weinig heb geüpload. En ja. Gino en de subs van ons, die staan nu ongeveer gelijk, dus het wordt een strijdje. Maar goed, ik zeg in ieder geval bedankt voor het kijken. Ja. Meld je aan voor de beta, zou ik zeggen. Link zit in de beschrijving. En ja, tot de volgende keer bij Game Tigers Battlefield Hardline. En peace out.